ABEL-voorzitter Ronnie Brunswijk zal zich persoonlijk richten op oplossen van het grondprobleem in Nkeri. Dit vertelde hij zaterdag tijdens een massameeting van de gele partij in het district. Brunswijk vindt dat het niet zo mag zijn dat Surinamers klagen omdat ze geen grond kunnen krijgen van de staat. De Alasmasa Abi 21 jaar in. Enkele min was maar registreerd in mij. Maar kon je allemaal. En mijn rij, mijn zin ook speciaal. Ook kon registreer. De alle gezin. Zou man. Hoe die op is per se. Ja, zo naar die keer. En ik kan tegen. Today, na 15 juli. 15 juli. Mijn de jas op baka. En we zijn 20 beschikking, maar Charlie kon je zo naar die keer. De ABEL-voorzitter zei verder dat het tijd wordt dat de vele problemen in Nkeri opgelost worden. Hij wil werken aan een duidelijk en structurele oplossing van de problemen. We doen nu, hoe jij voor verkiezing. En soms, meneer Wan Tekfesi, maar soms is dat hier, wat u zegt, die moest doen. Wat al regering naast portemonnee, alleen wat administratief ding, dan als een regelbaar, dat is even moeilijk. Maar daarom is dat een team vanaf Trawiki Jaso en Washimi Alamu. Maar 15 juli, meneer Brunswijk, een vice-president, en ik weet niet wat mijn president, maar met de kind van vice-president, dat we Sim Jamaka 15 juli. En 15 juli gaan naar Ja, maar ook gewoon Jaso. Brunswijk zei onder de indruk te zijn van de opkomst op de massameeting. Vele sprekers verklaarden dat de ABOP een goede beurt zal maken bij de komende verkiezingen.